Ondernemerschap maakt mij gelukkig omdat ik bezig kan zijn met onbeperkte creativiteit. En dat geeft mij daarmee ook een volledige vrijheid in alles wat ik doe. Als ik eenmaal bezig ben met een klant en we hebben een gaaf concept bedacht en ik zie dat dan op locatie, dat het gewoon precies is zoals ik had gehoopt en dat die energie er gewoon vanaf straalt, dan ben ik super blij. Blijer kan je me niet hebben. Misschien wel mooi. Klein glansje erop. Die neem ik even mee. Eén kant een dof, de andere kant een glans. Oh, ja. Dat ga ik een combineren. Ja. Want hoeveel heb ik nodig, denk je, voor zo'n jurkje? Een jurkje? Ja, voor zo'n soort modelletje. Van één stof of twee stof? Nou, we doen één voor twee jurkjes. Ja. En we doen eentje met die bovenkant en eentje met die bovenkant. Wat wij doen is het bedenken van concepten voor bedrijven en events. Om uiteindelijk te zorgen voor een betere naamsbekendheid en daarmee ook een hogere omzet. En dat doen wij middels het inzetten van hostesses, hosts, promotiemedewerkers, entertainers en modellen. Het gaat echt veel verder dan alleen mooie dames en mooie heren in op maat gemaakte kostuums. Het gaat er echt om dat mensen met een supergoed gevoel naar huis gaan en echt denken van, goh, wat een leuke, wat een topfeest. Nou, wat we doen is echt uitgebreid in gesprek met de klant. Wat willen zij? Wat vinden ze belangrijk? Wat is hun doelstelling van de actie? En op basis daarvan maken wij een voorstel waar de klant uit kan kiezen. Helemaal gepersonaliseerd, ook met kostuums die helemaal gepersonaliseerd zijn. En dan kijken we ook naar de type dames, naar de hostesses of de type heren die passen bij dat bedrijf. Zodat het echt ook die dames en die heren aansluiten bij de identiteit van het bedrijf. In op maat gemaakte kostuums en dan zorgen we er ook voor dat dames en heren gewoon tot in detail gebriefd worden. Zodat de wensen en verwachtingen helemaal overeenkomen met wat ik ook met de klant heb afgesproken. We zijn echt altijd tot in detail, ook al gaat het over de kostuums, maar ook over het brieven van de dames en de heren. Dat we echt tot aan je oksels geschoren, je teennagels netjes gelakt en je haren op die manier dragen. Daar zijn we ook heel stipt en heel precies. En daarom ziet het er ook altijd gewoon heel verzorgd uit. Ja, Nienke is begonnen op de opleiding SPH op Saxion in Hengelo, Enschede. En heeft ze ook afgemaakt. Maar na verloop van tijd kwam de keuze van, nou moet ik een minor gaan doen, waar wil ik nou echt in verder? En dan was de verwachting eigenlijk van, nou dan zal ze iets in die soft sector gaan doen. Maar dat ondernemersbloed, dat kookte toen al. En ze had echt zoiets van, ja ik wil dat niet. Ik wil gewoon een eigen bedrijf en ik wil voor mezelf iets gaan opzetten en daar had ze ook al bepaalde beelden van. Maar ze realiseerde zich ook dat ze daarvoor een aantal skills miste, met name zeg maar in de financieel-technische kant. Dus bedrijfsrekening, boekhouden, marketing, nou, allerlei vormen van administratieve zaken. En ze was eager genoeg om te zeggen van nou, dan wil ik dat er ook bij gaan doen, maar ze beseft ook heel goed van ja, als ik dat zelf moet doen, dan gaat me dat niet lukken. Dus ze heeft mij gevraagd van, joh pap, het is jouw vak, wil je me daarbij helpen? Dat heb ik gedaan. En we hebben even avond en avond zitten buffelen hier in huis. Ja, als je er niet voor wil gaan, dan lukt dat ook niet. En heeft ze echt bewust voor gekozen om dat wel te willen.
ik was best wel verlegen vroeger. Mijn zus was heel druk en heel outspoken, heel aanwezig. En ik was altijd ietsjes meer op de achtergrond. Ik keek altijd een beetje de kat uit de boom. En dat doe ik nog steeds wel. Later kwam ik er denk ik wel achter dat het ook heel veel met creativiteit te maken had. Ik kon me heel goed vermaken in mijn eentje. Ik kon uren bezig zijn met, weet ik veel, Lego of bepaalde Barbies of klei of weet ik veel wat. En vond het altijd heel leuk om creatief bezig te zijn toen al. Vroeger tekende ik ook altijd jurken en grote trouwjurken en weet ik veel wat. Ik kan totaal niet tekenen, maar het feit dat ik er toen al mee bezig was, denk ik wel dat dat nu achteraf dat heel erg terugkomt in het werk wat ik doe. Ik ben wel een mensenmens, dus verzettelde me heel snel tussen ook weer andere mensen. En dat kenmerkt mij nu ook wel denk ik als ondernemer. Ik sta net zo lief op de markt als bij een chic feest, bij een of andere opening of lancering van Ferrari. Dus ik kan me heel makkelijk aanpassen aan mensen. En ik vind het ook leuk, ik ben altijd nieuwsgierig naar de verschillende culturen, maar ook verschillende soorten bedrijven. En dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen van mijn werk, is dat ik altijd op totaal verschillende plekken kom. Dus juist die variatie, constant op een andere locatie zijn, constant nieuwe dingen meemaken, constant nieuwe concepten bedenken, nieuwe kostuums, nieuwe mensen ontmoeten, dat houdt het super interessant.